iedereen kan haken. Eerst ga ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken. Nou, iedereen kan haken. De duimpjes omhoog. Ik ga echt weer een hele leuke sjaal maken. De Joy sjaal. Of de Joy scarf op het Engels. Maakt niet uit. Ja, het is leuk dat jullie allemaal kijken. Ik zou het liefst willen dat jullie onder elke video een duimpje omhoog zetten. Maar dat gaat natuurlijk niet. Ik ga de Joy sjaal maken. Met hele leuke kleurtjes. Rood. En dan denk je, welke kleur nu? Groen. Beetje fuchsia roze. Ja, dit is een kleur, daar moet je van houden. Maar dat is een beetje zalm oranje. En de zeegroen. Ik zal nog eventjes uitleg geven bij de video welke kleurnummers ik gebruikt heb en waar ik het gehaald heb. En ik heb nog iets gevonden. Deze koker. En deze koker komt van Action. En ik doe hier dus nu mijn haaknaalden in. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Zet eigenlijk de video even op pauze als het te snel gaat. Maar dit wordt echt een hele leuke sjaal. En de foto's die plak ik er straks achter. Dus dan kan je zien hoe hij geworden is. Ik ben er heel blij mee. En ik zou zeggen, ik hoop jullie ook. En stuur leuke foto's in als jij hem ook gemaakt hebt. En zet de hashtag erbij. Joy sjaal of Joy scarf. Dat is ook, ja, dat is Engels, maar die hashtags die maken het terugvinden van een resultaat ook heel erg leuk. Of hashtag iedereen kan haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je begint met een centimeter te pakken en ik wil een Joy sjaal maken van 2 meter. Dus ja, je gaat een opzetketting maken en dan ga je meten hoe lang jouw opzetketting is. Ik heb voor de opzetketting haak ik met haaknaald nummer 6 en voor de sjaal haak ik met haaknaald nummer 5,5 of 5. Je kan ook, als je geen halve maat hebt, kan je ook met haaknaald nummer 5 gaan haken. En deze wol die zegt dus 8 UK, United Kingdom en Amerikaanse maat 6 en 4 mm voor deze wol. En het is, ik heb allemaal dezelfde dikte gebruikt, dus je kan allerlei soorten garen gebruiken. Alleen ik gebruik nu haaknaald nummer 6, dus voor de opzetketting. En ik wil de sjaal 2 meter hebben. En voor als ik daar ga haken, gebruik ik 5,5. Maar je kan ook 5 gebruiken als je geen halve maten hebt. Dus je maakt een opzetlus. Je pakt je haaknaald en deze is natuurlijk alleen voor het begin. En je maakt een ketting en je gaat dadelijk meten tot hoever dat jij die ketting of dat jij je das wil hebben. Ik wil een das van 2 meter hebben en iemand anders wil hem misschien wel iets langer of korter. Maar ik maak een das van 2 meter en dan maak je dus die ketting net zo lang als dat jij dus bij je centimeter 2 meter zit. Kijk, meestal zijn centimeters 1,50 meter. Dan tel je er nog 50 centimeter bij. En dan heb je een opzetketting losse van 2 meter. En dan gaan we daarmee beginnen. Tot zo! Als je dus klaar bent met je ketting, dan haal je even haaknaald nummer 6 eruit. En je begint met een haaknaald kleiner, nummertje 5. En dan beginnen we dus de eerste rij eerst met 2 losse. Dit kan je zien als een begin half stokje. En dan gaan we 1, 2 in de derde. In de derde gaan we een half stokje maken.
En we gaan in elke steek, en dat, je zult zien, omdat je dus haaknaald nummer 6 gebruikt hebt voor de opzetketting, dat die eigenlijk die beginketting ook heel makkelijk is. We gaan allemaal halve stokjes maken. Kijk, het is eigenlijk altijd, in het begin is altijd zo lastig dat je denkt van poh, dan heb je bijna eigenlijk niet veel plezier in het haken. Maar nu, doordat je eerst met haaknaald nummer 6 begint en dan met haaknaald nummer 5, dan kan je gewoon makkelijker in die eerste steken komen. En dat maakt ook dat het werk gewoon lekker soepel blijft. En dan haak je gewoon veel fijner, lekker door. Dus tot het eind, en dan doe je alleen maar halve stokjes. En de halve stokjes is omslaan, draad in, of de haaknaald insteken, je haalt je draad op, omslaan, door 3. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. En dan zie je dat het lekker soepel de beginketting wordt, en dat is belangrijk. En dan gaan we dadelijk weer verder. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Kijk, ik heb nu een hele rij halve stokjes gemaakt. Echt leuk om te doen, en hij veert lekker mee. En ik ga de hele sjaal met halve stokjes haken, dus dat is heerlijk lekker bij de tv deze sjaal haken. En ik moet nu nog de laatste steek doen, en ik heb besloten om van iedere kleur, dus dit is de laatste steek, ik haal hem om en door 3, en dan maak ik weer 1, 2 losse en ik keer het werk. En ik heb besloten om van iedere kleur 3 toeren te haken, dus iedere kleur ga ik 3 toeren haken. En dan ga ik nu dus in de volgende steek weer, pak gewoon de hele steek, insteken en door 3 halen. Zie je, dan telt dit begin mee als half stokje, en ik begin weer gewoon halve stokjes te haken, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Dus nu ga je na deze toer nog een toer, dus 3 toeren, en dan gaan we met de andere kleur beginnen, en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Ik ben nu op het einde van de laatste toer, dus 3 toeren heb ik nu gehaakt met halve stokjes. Ik haal eventjes de laatste 2 steken uit, zodat je ziet wat zijn nu de laatste 2 steken. Heel veel mensen hebben daar toch moeite mee. Kijk, de V'tjes, dit zijn de laatste 2 steken. Dus wat is de laatste steek? Dit is dus de laatste steek. Je moet echt naar de bovenkant kijken, dat je die 2, even kijken of ik het nog beter kan zien, zo, zodat je die 2 lusjes van die V-steek ziet. En dit is een, ja, ook een steek, en dit is natuurlijk de laatste steek om die rechte zijkant te krijgen. Dus we gaan nu naar de ene laatste steek, en we gaan de laatste steek maken, en dat is die V-steek. Anders, voordat je echt niet onder het haken, maar zet hier dan een steekmarker in, of een naaldje of een draadje, zodat je weet van dit is mijn laatste steek. Maar nu wil ik met een andere kleur garen gaan beginnen, en ik wil eigenlijk deze lus niet meer zien. Wat doe ik dan? Ik haal even die laatste steek uit, en die kan ik nog wel met 1 lus omdraad insteken, draad doorhalen, omslaan. Ik kan hem wel door 2 halen. Nee, ik haal nu dus, nu ga ik dus, kijk, nog een keer opnieuw,
ik zal zeggen wanneer ik de nieuwe kleur aanleg. Dus omslaan, insteken en dan ga ik niet meer de draad met rood pakken, maar dan pak ik de nieuwe kleur. Dus ja, ik heb de zalmroze nu en die haal ik door. En die haal ik meteen. Ik kijk of me dat lukt. Ik ga nu weer omslaan en dan door 3. Dus dan heb ik hier eigenlijk de nieuwe kleur aangehecht. En wat ik nu wil doen, dan pak ik eigenlijk meteen de 2 draden en daarmee ga ik 2 losse maken. Zo. En dan ga ik die draad weer los laten hangen en ik keer het werk. Dan heb ik dus de nieuwe kleur aangehecht. Dan begin ik draad omslaan en dan ga ik in de eerste steek, en dit is dus de eerste steek, niet dit, want dit is nog een losse van die eerste 3 of de eerste 2 losse. Dit is dus de eerste steek en hier hebben heel veel mensen moeite mee, dus dit is de, even kijken of je goed scherp staat hoor, de camera. Dit is de eerste steek. Dus niet deze, dit is de eerste steek om je halve stokje weer aan te maken. Zie je? Dit is dus je eerste 2 losse en dit is je eerste halve stokje. Dus zo wissel je van kleur en dan haak je weer heerlijk even je even een andere kleur erbij pakken. Dat je het goed kan zien, dat het goed scherp even is. Deze kleur is natuurlijk lichter. Ik ga even een achterkantje bij pakken, momentje. Misschien als ik de achterkant gekleurd heb, dat je het dan beter, ja, dan zie je het beter. Ik zal het ook een stukje uithalen. Dus je hebt hier die 2 losse gedaan. En dan ga je niet hierin, maar in die tweede. Dat is je eerste steek. Zie je dat dit dan ook je eerste steek is? Straks hechten we deze draden allemaal netjes weg. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Even wat garen pakken.
En kijk altijd eventjes gewoon je haakwerk na, of het klopt, hoe je, ja, hoe dat je je steken hebt. Heb je wel twee lusjes gepakt? En heb je eenmaal ervaring, dan heb je dat allemaal niet, misschien niet meer nodig. Maar nu, als je nog beginner bent of je wil even wat leren, dan kijk. En zo maak je de hele toer af en dan maak je weer 3 toeren van 1 kleur. En dan zie ik je straks weer terug. Tot zo! Dan gaan we nu de laatste half stokje maken. En dan doe ik het nieuwe kleur aan hechten. En ik pak hem zo voor de helft vast en dan haal ik hem door. En omslaan en door alle 3 de lussen. Dan pak ik weer 2 draden, dus de draad die je moet afhechten. En dan doe ik 1, 2 lossen en dan ga ik het werk keren. En dan is dit dus weer je eerste steek, dus je eerste half stokje. Maak je niet hierin, maar in die tweede. Dus niet hierin, maar in die tweede. Je haalt je draad op, omslaan door 3. En dan gaan we weer het patroon vervolgen. En het patroon is gewoon allemaal halve stokjes. En omdat je iedere 3 toeren van kleur wisselt, is het ook zo leuk om te doen. Nu haak je weer 3 toeren. 3 rijen. En kijk goed of je die goede steek hebt, dat je goed in die 2 lusjes hebt. Zie je? En straks wordt dit een mooie rechte zijkant. Oh, het is wel geniet hoor, doordat je iedere keer van kleur wisselt. En ik ga dadelijk na deze kleur, dus ik ga nog 3 toeren doen. Dan ga ik na deze kleur de zeegroene pakken. En deze is de Royal. En dan pak ik de donkergroene van Stylecraft. Dus dat ga ik doen. En dan zie ik je daarna weer terug. Tot zo! Je ziet dat ik helemaal door heb gehaakt. Alles heeft iedere keer 3 rijen. Dus van roze naar zeegroen, donkergroen. En toen weer terug uit, dus je ziet dat deze kleuren rood, zalm, roze, zeegroen, de middelste baan is donkergroen en toen weer eigenlijk het spiegelbeeld zeegroen, roze, zalm en rood. En de sjaal, ja, die kan je dus
zo dubbel. En omdat hij 2 meter is, dan ja, leg je hem lekker zo om je hals. En ja, ik moet natuurlijk dit nog eventjes afwerken. Maar ja, dat is gewoon eigenlijk wegstoppen de draadjes. En misschien een rijtje vaste nog aan het uiteinde doen. Ja, dit is eigenlijk de sjaal gewoon geworden. Ik ben er heel blij mee. Ook omdat hij aan beide zijden even mooi is. Omdat je natuurlijk iedere keer het werk keert. En hij zit ook echt lekker. Ik heb het net een paar keer uitgeprobeerd of hij breed genoeg was. En nu moet ik even zeggen, ik heb natuurlijk de breedte nog niet gemeten. Dat ga ik nu dus doen. Had ik nog niet gedaan. En hij is 21 centimeter. Dus ja, je mag hem breed maken zoveel als dat je wil. Maar ik heb hem 21 centimeter is het geworden. Ik zou zeggen, heel hartelijk dank voor het kijken. Naar iedereen kan haken. Graag hieronder op mijn foto klikken om te abonneren. De duimpjes omhoog. En tot de volgende video. Tot ziens!